Deze wacht. Stasius Müller omschrijven is enerzijds heel makkelijk, anderzijds heel moeilijk. Het is een fantastisch, simpel en complex mens tezelfde tijd. Hij is een fantastisch componist. Wim is een caballero. En dat is te reflecteren in zijn composities. Het is ook een man met veel talent. Met veel, echt een dubbel talent is het. Misschien wel een driedubbel talent. A wonderful mind, which is of course what he has. And a wonderful chess player, which of course what he was and probably still is. I think that chiefs of counterintelligence are good chess players. Ontzettend veel van muziek en het is wat hem definieert. Zonder muziek, ja, geen Wim. De muziek van Wim werd mij eerst voorgesteld via een gezamenlijke vriend. Vroeg ik mij af, is dit klassiek werk herspeeld door iemand van nu? Of is dat een nieuwe compositie gecomponeerd in de trend of op de manier van de klassieke componisten destijds? En die muziek beviel mij en automatisch, zonder het te willen, moest ik aan Chopin denken en aan een aantal andere tijdgenoten van Chopin. Maar dan bleek het heel eenvoudig Wim Stasius Müller te zijn. Dat is eigenlijk waar. Het is begonnen als een paar grapjes. Oh ja, nou ja, ja, en toen beschrijven en dan schrijven ze voor zich, voor zijn klassieke pianist. Hè? Ik speelde Beethoven, speelde Bach, speelde Chopin, speelde Prokofjev. Nou ja, een beetje curiosoze dingen. Dat is leuk voor een toegift. This is a man who understood his gift. He had no pretension in these dances. And what has happened is that he's over 100 dances now from, you know, the last 50 years. Piazzolla in Argentina spoke for the tango. I think Wim, in the years ahead, as these pieces become more widely disseminated, will do the same thing for the ABC Islands and their culture. Ik ben geboren op Curaçao in 1930, begin 1930. Aan het eind van die straat, op de hoek, is waar mijn ouders woonden. In het ouderlijk huis waarin ik opgroeide, was er een pianola. Je kon de snelheid veranderen. En je kon het afspelen ook helemaal afremmen. En dan bleven de pas gespeelde toetsen, die bleven ingedrukt. En dan kon je zien welk akkoord te spelen. En dat deed ik op en neer, spelen, stoppen, kijken en imiteren. En het gevolg was dat ik zo'n beetje de eerste 12 maten van de tweede Hongaarse van Liszt kon spelen. En ik was 7 jaar oud. Benzinestation, Kuroil. Daar hadden we kunnen tanken. Ik heb er niet aan gedacht vanochtend. Maar daar stond mijn ouderlijk huis. Thank you.
don't just decide to compose. It is a great need, and often it came from being a good pianist. That's what happened in Wim's case. De vierde ballade van Chopin, de ballade in F klein, heb ik altijd willen uitvoeren. Maar het is er nooit van gekomen. Maar nu is mijn producent in België, die mijn platen uitbrengt, is bezig een aantal concerten voor mij te organiseren. Waarop ik niet alleen mijn eigen muziek, maar ook door Chopin en met name die ballade zal spelen. Daarna volgt nog op Aruba, het Internationaal Piano Festival, waar ik ook van plan ben die ballade op te spelen. To play the F minor ballade is to have a need to play it. It's a piece that Wim has been working on, and as he said, that you know he didn't want to pass on without playing that. Ik geloof dat hij het ook altijd op de backburner gezet heeft. Van dat die ballade, laat ik daar maar niet aan beginnen. En nu denkt hij, nou, wat kan heb ik nou nu nog te verliezen? Laat ik die ballade dan toch maar eens gaan leren. Er zijn dus vier ballades. En van, ze zijn alle vier zijn schitterend. Maar het grote meesterwerk is de vierde voor mij dan. Voor de piano. Hij heeft de piano een klank gegeven die het daarvoor niet had. Dit is in tempo, aangegeven door Chopin. Maar er is hier accelerando. Halverwege 1, 2, 3, de derde maat krijg je accelerando. Krijg je hierboven, krijg je leggeramente. Ritenuto en je bent terug in tempo. Ja, zet er een foto in. Dat is hem. Hij is nu klaar, maar hij begint te komen. In 72, I remember coming to a house he occupied. And I remember Wim had a file with his music in it. And that he was practicing and composing. I had no idea. Let me say that I knew he had a government job, but I didn't know what it was. Mijn kantoor was hier. Je kunt het waarschijnlijk nog net zien. Hier heb je het kleine poortje, de achterpoort. Het is zoals het hoort, een beetje verscholen. Gebied, dat Caribisch gebied, met grote machten erin. En heel verschillend. Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden wat ze er daar toch nog van weten te maken. Dat er een groeiende spanning was in de Curaçaose gemeenschap. De onvrede die groeide in de loop van de 60er jaren. In die periode ontstond ook de noodzaak voor een veiligheidsdienst. Die werd opgericht en ik ben aangezocht een van de medeoprichters te zijn. Ik heb er uiteindelijk 9 jaar gezeten. Mensen vragen dat wel eens van, goh, maar je kan toch niet tegelijk inlichtingenman zijn en componist? En dat kan wel. Beide vereisen veel intelligentie. En dan niet alleen maar rationele intelligentie, maar ook inzicht. Wim went into intelligence. I think that part of it, you know, was because he had to make a living for a family. And part of it was, this may be interesting. And it was,
Because Wim knows how to transform things. All great creative people do. You say a career change. That didn't stop the Curacao, the Curacao waltzes or the tumbas or the calypsos. Niet noodzakelijkerwijs bij de piano. Die komen waar dan ook. Het kan een harmonisch motiefje zijn, kan een melodisch motiefje zijn. Het zijn allemaal eigenlijk korte schetsjes. En die moeten dan binnen een miniatuur terechtkomen en een geheel gaan vormen. Die Curaçaose walsen, ook die wijken van het, laat zeggen, het Europese origineel, wijken ze af door nieuwe ritmische figuren die men erin stopt. Pa motivo de constelación de nuestro pueblo, blanco, preto, mulato, judío, anto e ture la man di ende, que está bien seca, después de venimiento de petróleo, bota bien una manera de toque, una manera de ejecutar, tapone con de nuestra vida diferente. El sentimiento está africano, pero en notación está europeo. Het Europese is dus. Maar als je nou deze totaal Europese wals zou gaan begeleiden op zo'n Curaçao's. Cambia die papa papa dorate la ro 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 cosa sine anto eta bira papa 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 giton dan en dan krijg je dus meer heupbeweging, very important. Ta 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 ti ta ra ti ta ta. Nou, als daar de dames de heup niet bewegen, dan zijn ze niet normaal. Dan mag je niet draaien. Als je chirurgische ingreep, hè? Ergens heb ik, hij zit om die pen heen. Ja. Dus als die blijft zitten, dan soms springt hij er nog een keer af en dan moet je. Maar het ziet er niet slecht, het ziet er goed uit. Ja. Toen Patrick met de concerten in België kwam, toen was ik echt in een soort van euforiestemming. De bedoeling van de optredens is van meet af aan geweest het bekendheid geven aan de componist van de Antillian Dances. Maar die componist van de Antillian Dances, die wil eigenlijk, of wilde eigenlijk niet alleen bekend zijn als componist van Antillian Dances. Hij zei, maar dit is een jaar van Chopin, dus laat hem ook nog wat Chopin spelen. Waarschuwd omdat ik weet dat het, hoe zwaar het voor hem is om die programma's, een volledig Chopin-programma naast zijn eigen werk op te voeren. Hij denkt dat hij het wel aan kan. Ik denk dat hij het een beetje moet beperken. En niet al te veel hooi op zijn vork moet nemen. Dat kan ik hem, en dat zeg ik hem dan ook rustig. En dan wordt hij wat een beetje, reageert hij wel eens wat knorrig op. Maar ik denk dat het niet helemaal onterecht is wat ik zeg. Dit is echt. Dit is een herinnering. Dit was Sally haar studeerkamer. En daar had ze ook de LP-speler, de platendraaier, waar we naar muziek luisterden. Hoe ik Sally heb leren kennen, nou en wanneer. Nou, in ieder geval ben ik naar haar dooppartij gegaan. Toen was ze hooguit een maandje oud en ik een jaar.
Maar we zijn ons hele leven, hebben we elkaar gekend. Wanneer zijn we verliefd geraakt op elkaar? Ik geloof dat het wederzijds gebeurd is. En dat was, ik was een jaar of, ik was 14, hè? Geloof ik 44, zij 13. Mijn ouders die waren waarschijnlijk zeggen, meer aan elkaar toegewijd dan, zowat elk dan welk ander koppel dat ik me kan voorstellen. Mijn moeder bewonderde mijn vader bovenmatig. Ja, zij was zijn grootste fan. Zij was zonder twijfel de grote liefde van zijn leven. De enige liefde van zijn leven. In de 50er jaren. Het was voor mij alsof ik naar het, alsof ik de pols van de wereld ging voelen. Dat was de kern, daar gebeurde het. Wat het was dat er gebeurde, dat doet er niet toe. Het gebeurde daar. To be accepted as a student in Juilliard was always very hard and always very glamorous. It was for a group of very serious pianists, highly competitive. I met Wim in the fall of 1950. We were both students of Joseph Rajev. Ik heb voor Rajev eens een keertje een gevoel van verstandsverbijstering. Heb ik een van mijn Curaçaose walsen gespeeld. En toen zei hij, oeh. It's nice, yes, yes, what is that? Ik zei, wel, een wals van Curaçao, enzovoorts. I see. Well, daarna ben ik bezig een sonate van Schubert te spelen. In een van zijn rozenoemde repertoireklassen. Daar zitten de andere studenten, die zitten eromheen en die kunnen luisteren, die kunnen ook commentaar geven. En ik ben bezig die sonate van Schubert te spelen en daar vallen een paar foutjes in. Rajev interrumpeert, zegt, Willem, you're playing Schubert. This is not a Curaçao waltz. We always used to joke about who would play after Wim would play in our repertoire classes. He had a habit of sweating at the fingertips. And he would leave puddles of water on the keyboard. So that anyone who followed him had to be equipped with a towel or risk hydroplaning as he was performing. This one. Now a little bit less. Yeah. You want to try it? Let me try it. The F minor ballade, because he has to play the F minor ballade in Brussels in March. And he's scared. And I'm learning it. He's learning it and he's scared shitless. The F minor ballade is a work that James Huneker called La Gioconda, the Mona Lisa of Chopin's music. Can you do better than that? Thank you.
Sorry. I've got a few months to make it clean. This boy, Alexander, has made you into a pianist. It's his fault. Yeah, he's doing it. He's making you work. Yes, he's making you work. So you can show him things in this way. Yes. Yeah. Because you may never have thought of it. I was scared for you to play this. You said, well, you know, I mean, this piece, this is like as for the coda, all you have to do, I think, is... Oh, no, I mean, the coda, I just ran out of, I ran out of steam for a while. Alexander en mijn vader, die zijn goede vrienden van elkaar. Het is natuurlijk grootvader, kleinzoon. Dat is een liefdesgeschiedenis die begon bij de geboorte. En de muziek is natuurlijk de band, zeg maar, de leidraad ertussen. Kort of lang? Ik heb eigenlijk de ambitie om concertpianist te worden vanaf mijn 15e. Vrij laat vergeleken met mijn klasgenoten, maar... Er is nog geen schade, echt. Dus de tijd kan ingehaald worden. Ik was eigenlijk wel altijd de outsider op de basisschool. Ik was de enige toen die naar klassieke muziek luisterde, met name naar de Beethoven-sonates. Dat konden mijn klasgenoten en vrienden die konden dat gewoon toen niet waarderen. En ik dacht van nee, wat zit je naar dode mensen muziek te luisteren? Toch moet je wel een beetje meegaan met je vrienden luisteren. Dus ik heb wel een hele tijd gehad dat ik naar heavy metal muziek luisterde. Waar ik soms nog voor sentimentele en nostalgische dingen, dan luister ik nog wel naar een paar opnames van Slayer en Korn. Mijn relatie met mijn grootvader, dat is... Ik zou niet zeggen dat dat moeilijk is te omschrijven, maar wel lastig te verwoorden. Ja, niet alleen als grootvader, maar ook als begeleider zie ik hem. En als, ja, voor raad ga ik naar hem toe. Bij de Nederlandse Veiligheidsdienst, toen bekend als BVD, was ik mede verantwoordelijk voor de operaties van de dienst met betrekking tot terrorisme, contra-terreur. Je neemt grote risico's, vooral degene die je de risico's laat nemen. Ja, als dat niet goed gaat, dan vallen er echt slachtoffers. Dat is echt zo. Toen begon ik nachtrust te verliezen. Omdat je mensen erop uitstuurt waarvan je niet zeker weet dat ze de volgende dag niet in een verschijnen in een kanaal met een afgemaakt. Want je zet dus mensen die je inzetten. Maar dat kan ik niet gaan vertellen, dat kan ik niet gaan vertellen. Ik zei altijd, je kan maar het beste een zonnige natuur hebben. Want als je gaat nadenken over wat er allemaal mis kan gaan, dan heb je geen leven meer. Want af en toe grijpt het je aan en dan moet je dit kwijt. En je kan dus niet eens je hart uitstorten bij een ander. Hè? Dat zou... Dat is dus niet... Dat gaat dus niet. Hè? Bij de BVD heb ik niet kunnen optreden. En daar komt eigenlijk van dat ik juist in die jaren erg veel gecomponeerd heb. En misschien heeft het ook een rol gespeeld dat ik het Nederlands klimaat niet erg plezierig vond. Regen, regen, regen. In Nederland was het een en al regen. En op een van de regenachtige zondagmiddagen heb ik in Den Haag mijn signature piece geschreven. Ik heb deze wals
ook meteen nostalgia genoemd. Want ik besefte dat het mijn gemis van Curaçao was. Ik heb een hele mooie foto van Sally gedurende onze huwelijksreis. Dan zat zij hier vroeg in de ochtend, heb ik van binnenuit die foto gemaakt. Hele mooie. Ik vertoon hem niet. Na de begrafenis van mijn moeder, dat was 1948, waren zij, Sally en haar moeder en broer waren net terug uit Nederland. En toen was iedereen na de begrafenis terug naar dat pleintje, of die koraal tussen de huizen van de familie. Ze noemden dat de koraal van de Stasius Millers. En toen stond ik kennelijk wat verloren alleen, terwijl de andere mensen aan het praten waren. En het was net zo schemerend. En toen kwam Sally even naar mij toe. En heeft mij toen een troostend kusje gegeven op deze wang, rechterwang. En je weet hoe dat... De Engels zegt, ja, maar in het Engels kan ik het alleen eigenlijk zeggen. My mother had just died, but that kiss made my day. And it has continued to make my day for many, many years. Dat was voor mij de doorslag. Het is nostalgie. Dit is nostalgia. De wals. Dat is jammer, zeg. Want het ging zo goed. Ja, dat is niet zo fraai. Ik heb het niet wezenlijk nodig, want dat was een rolargument van me. Nee, je staat niet nu aan het begin van een nieuwe carrière als concertpianist. Nee, dat is het niet jouw bedoeling. Ik vind het leuk om het een beetje te kunnen doen, nog. Dit is voor mij heel persoonlijk. Ik moet zeggen, ik ben niet iemand die met een kleine ego door het leven is gegaan. Maar op dit moment is mijn ego toch wel wat meer kwetsbaar geworden. Ja, want je bent niet zo zeker meer van je zaak. Je bent zelfs niet zo zeker van dat je die trap op kan. Thank you.
Well, I remember very well, he seemed very suave to me. He was smoking, you know, with a certain verve, and he seemed younger than the other faculty members, and more cool, as they say. Ik ben toen een pijp gaan roken, omdat ik voor het college geven vond dat ik ergens een beetje, ik moest mezelf een zekere autoriteit toekennen. Een gevoel van. Die pijp ging bijna altijd uit. Maar ik kon hem gebruiken om dingen aan te wijzen. En dat was een pijp. Een baard had ik ook over gedacht. Misschien kan ik een baard laten staan, maar dat is grandioos mislukt. En een old Steinway. Easy. In just a second. Ha! Easy. The first recital I gave here was on the 9th of December 1955. Well, look, because it was a very memorable recital. There were about 40 people in the hall because there was a snowstorm outside. I arrived late. I had driven myself and my hands were frozen. So I got up here and there were about 40 people, 40, 50 people. They became my fans because I had never played so well as that one evening. Nothing went wrong. Everything was just perfect. And they said, you know, gee, this is terrific. And they never missed my concert afterward. The path to being a concert pianist is certainly more devastating than being most things in the world. If you practice constantly, how are you going to have a whole life, as Rimsky-Korsakov, the composer, said, you know, the artist has two lives, this domestic affair that he does the best he can with, and the artist's life, which nobody understands but him. My conclusion at a certain point was, you travel, one concert, another concert, you take the train overnight, and you play in another place the next day, test out the piano, play the same program. You didn't know anybody in the audience the night before. You will not know anybody in the audience. Well, maybe just the organizer. After the concert, there will be a little reception, a number of old ladies who are going to be very kind and very happy and all that. You know, that's typical. You prepare yourself for another concert. In practice, I suppose if I had stuck it out, I would have had a larger repertoire eventually, ready to be played. It might have worked. But I'm not entirely sure that I was that good. I'm not. Wat het probleem is van de coda. Het probleem van de coda is niet dat die, ja,
Hij wordt bonebreaking genoemd. Maar het probleem is van de code dat je met een enorme emotionele uitbarsting vlak daarvoor dat hele, de hele aanloop ernaartoe hebt gespeeld. En dan heb je die een moment van totale... Om dat dan met controle te spelen, want je gaat dan heel, heel gauw ga je over de kop. Zonder meer omdat je de controle op het spel ben je kwijt door de uitbarsting van daarvoor. Ik moet zeggen, ik speel op dit moment speel ik beter dan een paar jaar geleden. Maar dat klopt ook wel, omdat dat moet ook wel, omdat ik veel meer pret speel. Na de dood van Sally ben ik zeker een paar uur per dag piano gaan spelen. Wat ik toen in die laatste jaren dat wij samen waren niet meer deed. Je was gewoon bezig oud te worden. En nu word ik oud op een heel andere manier. Ja. Beruchte Chaloupe d'Or. Het is afgezien van dat het heel gezellig en heel goed eten, fantastisch bier, was het ook het ontmoetingsplaats van geheime agenten in Brussel. Van allerlei soorten, allerlei bevederde vogels van alle pluimage die kwamen. Met de NATO, oh god. Ellenlange vergaderingen, hele dag door bezig de notulen te schrijven en te praten en te dit en te dat en dat. En dan zat ik heel driftig te schrijven. En dan zou men denken dat ik wezen was notities te maken voor Noord enzovoort. Maar ik had ineens een melodie of een harmonie sequence had ik in mijn hoofd gekregen. En dat ging ik heel gauw opschrijven, ik moest dat ding niet kwijtraken. Weet je, die muziek kan overal vandaan komen. Ik zal je zeggen wat voor mij, waar ik wel zo even dacht ik, vond ik het heel vreemd, vond ik het bijzonder dat ik hier terecht kwam, hier bij de NATO, helemaal uit Curaçao. Ja, dat kan. Maar ik zal je zeggen wat mij meer heeft geraakt, is dat ik in Lincoln Center in New York een van mijn walsen heb kunnen spelen op een Chopin Memorial programma. En dat heeft mij op een gegeven moment wel totaal verbaasd. Ik zei, hoe is dat nou mogelijk? Want ik had muziek zogenaamd al opgegeven. Ik heb jaren hier bij de NATO gezeten, kom terug naar Curaçao. Dag 1999, ik had een paar keer ik had een masterclass gegeven in Juilliard. Ik heb toen opgetreden voor de Kosciuszko Foundation in hun huis. En dan vragen ze me om een van mijn walsen te spelen op een avond dat ze een Chopin herdenken. In Lincoln Center. Ik heb nooit eerder een keer door zo'n wals op Lincoln Center gespeeld. En dat moment, als ik ooit heb stilgestaan bij hoe is het mogelijk en waar kwam ik vandaan en wat zit ik hier te doen nu, hoe kan dat? Dat moment wel. De NATO niet. Gek genoeg niet. Ik heb 6 jaar in New York gehad heb als student, die behoorde inderdaad tot de mooiste van mijn leven. In de zin van dat ik als een brekenbeentje pianist daar begin en dat ik aan het eind toch wel een concertpianist ben met een cum laude van Juilliard. If I'm lucky, I'll find a picture that was taken of me sitting here with my tassel. Back in, dat was 1954. Ik ben afgestudeerd eigenlijk vlak voor Sally en ik trouwden. De school heeft mij verder toen nog een teaching fellowship aangeboden.
En Sally die zou medicijnen gaan studeren. En dat was zo'n beetje ons plan. Maar op dat moment bleek dat, dat er een kleine op stapel was gezet. En onze zoon, John... Remember? That is unbelievable. That has been 2 years, 2.5 years already. The child has died. I didn't think it would last that long, you know? Yeah. And now, look at this, look at the sitting here. 440 Riverside Drive, right around the corner here, up here. And this is where we started out together as a married couple with our son, 1955. We're talking about 54 years ago. Hoe goed zou het kunnen gaan? Praktisch foutloos. Worst case scenario zou zijn dat ik dat mijn vingers mij in de steek laten. En ik links en rechts allemaal klinkers laat horen die er niet horen te zijn. Het kan best gebeuren. Alexander heeft toch gezegd, laat opa die gekke ballade nou spelen. Dan krijgt hij dit tenminste. He's getting it out of his hair. Want denk, het is echt iets wat ik voor mezelf had voorgenomen. Ik moet dat nog ooit eens een keertje uitvoeren. En hou me ten goede. Als het niet helemaal lukt, applaudisseer toch maar. Dank je. Lekker naakje vuurwerk. Ik was een fiesta. Hele mooie avond. Met een piñata. Een prachtige piñata. Ja, dan slij je en dan... Je moet met je kont. Toen ik was er gewoon op de boom van me. Met een complotie kom je in je een heel bijzonder iemand die is 80 geworden en dat is niet niks. En gezien zijn hele familie is hij de eerste manneke van de familie Stasius-Muller die de 80 gehaald heeft. Opa, pas bien, hoop je aan je maat. Dank je. Nee, ik heb geen unread mail. Dus we hebben nog niks gehoord van uit België of uit Frankrijk. Van Mortier. Patrick Mortier, deze week zou hij met allerlei details komen over de concerten die hij aan het organiseren is in België. En hij...
Maar en dan dus Geertje belt op en hij ligt in het ziekenhuis. Hij was op een conventie in Zuid-Frankrijk. Hij is in de buurt van Lyon een zwaar auto-ongeluk gehad. En ze wist niet hoe serieus, ze wist wel ernstig. Beschadigd, zwaar gewond, maar je weet niet of het levensbedreigend is. Patrick is terug in België, hij is vervoerd naar huis. Hij is heel erg zwaar gewond bij dat ongeluk. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd eigenlijk. En het was onvermijdelijk omdat de concerten daardoor zijn afgelast. Moest wel. En dat is niet belangrijk. Het gaat dat hij maar beter kan worden. Ik kan zeggen, voor een optreden moet ik mij nu richten op het pianofestival op Roemen. Ja? Vroeger dacht ik, iemand zoals Sally, die heeft toch, ze is van 31 tot 2007, heeft 76 jaar geleefd. Ik dacht vroeger, iemand die 76 jaar geleefd had, nou daar. Dat was welletjes, hè? Dat is veel, dat is oud. Ja, dan zie je toch weer anders wanneer je zelf ouder bent dan dat. Dan dacht je, nou, dat had best nog een paar jaartjes erbij gekund. Sally. Een week tevoren was er een grote bijeenkomst, viering van 275 jaar van de synagoge. Daar heb ik nog gespeeld en zij zat in te luisteren. Ja, haar mooi opgemaakt en keurig en een mooie jurk en zo. En daarna met al oude vriendinnen napraten en een drankje nemen. Een week later was ze overleden. En ik kon het niet geloven. Men kon het ook niet geloven. En dan de shock die je dan hebt is enorm. En het duurt enige tijd voordat je dan toch wel tot het besef komt dat zij niet geleden heeft. Dat er geen enkele ontluistering van haar heeft plaatsgehad. Dat is ook wat waard. En dan moet je die shock maar dragen en laten verleiden en laten weg hebben.
It's like a composition by Robert Schumann, who's written these beautiful love songs. And at the end, like die vrouwen lieben und leben, then one of them dies. And after that, there's a piano, like it's just a little epilogue. So beautiful. So you see, in a sense, I'm now living the epilogue, which is lovely. Nostalgia, okay.